Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. Ik ben een tijdje afwezig geweest in mijn kantoor, dus ik ben heel benieuwd of er weer nieuwe brieven zijn binnengekomen. Ja, ik weet dat mijn wethouders ook heel veel doen hoor. Maar even kijken, want dit is mijn kistje en daar zit een brief in. Zo, van Kevin. Dat is de burgemeester van Sunnyvale, geloof ik. Of geloof ik, ik weet het wel zeker. Even kijken wat hij schrijft. Beste burgemeester, mijn naam is Kevin Dooms. Wellicht heb je mijn naam al eens op oren vallen. Ik ben burgemeester van Sunnyvale. Het lijkt me leuk om eens met meerdere burgemeesters samen te komen om te praten over verschillende zaken. Kennis delen en dingen bespreken waar we onze vraagtekens bij hebben. Graag zou ik van u horen. Met vriendelijk groet Kevin Kicks. Nee, dat lijkt me ook een heel goed idee. Want ja, we spreken elkaar niet heel vaak. Eerlijk gezegd zie ik Kevin ook niet zo heel vaak. Ik ga hem wel even een briefje sturen. Beste Kevin, het lijkt me een zeer goed plan om eens af te spreken. En zoals jullie weten, ik kan niet typen en praten tegelijk. Zo, het lijkt me een zeer goed plan om eens af te spreken. Zo. Ik ben helaas wegens omstandigheden niet heel veel op het gemeentehuis, maar mijn wethouders zullen zodra nodig mij contacteren in geval van spoedjes. Kijk even op de pagina van spoedjes. Met vriendelijke groet. Burgemeester Martje. Zo, even kijken naar Kevin. Oh. Nou, ik doe gewoon zo Kevin. Nou, verder was er niet echt veel voor mij te doen hier. De wethouders hebben natuurlijk alles al redelijk op orde. Dat scheelt heel veel. Even kijken, want ja, dat is ook weer iets. De bode van mij, die heeft goed zijn werk gedaan, zo te zien. Maar die heeft vanmorgen een briefje achtergelaten dat hij een nieuwe baan heeft aangeboden gekregen. Namelijk als politieagent. Ja, hij wil dat baantje heel erg graag doen. Dus ik moet binnenkort weer even op zoek naar een nieuwe bode. Dus ja, ik ga die brief gewoon zelf nu rondbrengen. Ik zal die brief van Kevin nog even opbergen. Even kijken bij... Nou ja, goed gekeurd, leg ik hem wel even neer. Zo, nou dan ga ik even zelf naar Sunnyvale toe. Dat is best wel een eindje lopen. Het is hier ook echt super rustig. Kijk, het is zo kaal en stil ineens. Iedereen zit in die beginsteden te kijken wat daar te beleven valt, denk ik. Nou, en de politie is hier wel zo te zien. Oh, ik sta bijna op die auto. Hé, ik zie daar iemand. Robert? Hi. Oh, hey, hi. Hey, hi. Hey. Hallo. Hi. Hey, ik dacht dat er niemand was hier vandaag. Ja, jawel, ik was er wel. Ja, nee, ik ben gewoon druk aan het werk. Oh, nou super. Ja, ik was net even de post aan het bekijken. Ik heb hier net een boekje. En die is van Kevin Kirksen. Volgens mij is die verkeerd bezorgd. Want volgens mij moet hij hier beneden. Maar volgens mij weet hij niet dat ik hier beneden nog de brievenbussen heb. Oh, dus die, ja, misschien hij, handig, hij is geschreven aan Dilano, dus ik zal hem even in zijn kist doen, denk ik. Ja, dat ik loop wel even mee, joh. Ja, is goed. Zien dat, misschien moet je een briefje op de brievenbus plakken, dat er beneden allemaal postvakjes zijn. Ja, precies. Dat is misschien wel makkelijk, ja. Ja, ja, ik had ook een brief van Kevin. Die vroeg of ik binnenkort eens even wou afspreken voor overleg voor burgemeesters. Ja. En ja, die wou ik eigenlijk eens eventjes bij het gemeentehuis afleveren. Dus misschien heb je zin om mee te lopen. Ja, prima. Nu we het toch over Kevin hebben. Eén koppertje. Ja, heel toevallig, hè? Ja, echt wel. Nee, is goed. Ik zal even meelopen, lui. Gezellig. Ja, is goed. Dan, Nou, dan lopen we er even heen. Ja, ik was nog even bezig met... ik heb net daarboven heb ik één appartement nog weer verkocht. Mm-hmm. En ik heb er nu nog twee te koop staan. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze altijd bij me aankloppen. Ja. Dus... Het zijn de twee aan de achterzijde, die staan nu nog te koop. Ik heb die aan de voorzijde heb ik verkocht. Wat is hier trouwens aan de hand? Ja, hier zo. Het bordje staat hier zo. Wapensmokkel staat een lange straf op in Mindtopia.
goed zo. Ja, nee, dat was ook, dat was inderdaad mijn, mijn bedoeling ook. Want ja, wapenhandel is gewoon verboden. Wapens zijn sowieso verboden in Minecraft. Ja. Maar volgens mij was dat in Sunnyvale niet verboden. Weet jij daar iets van? Nee, in Sunnyvale is volgens mij nog steeds niet verboden. Ja, en het is natuurlijk Link, want kijk, als mensen van Wasteland, die kunnen van Wasteland kunnen ze heel makkelijk Sunnyvale inkomen. Oh, kijk, ja, en als Sunnyvale niet zo, want ja, politie in Sunnyvale is nog steeds niet juf van het. Kijk, en als mensen dan op een gegeven moment een wapen willen, dan is het heel makkelijk gezegd dat ze op een gegeven moment naar Wasteland gaan en vervolgens weer via Sunnyvale gaan ze dan weer terug. En dan hebben ze gewoon in Sunnyvale hebben ze een wapen. Dus dat is heel makkelijk om door te lopen naar Mytopia. Ja, ja. Waar het heel gewoon, veel geld is. Ja, nee, dat klopt. Nee, dan, dus ja, dan is het hartstikke goed dat het zo staat en dat de politie. Ja, zeker. En dat de politie ja. staat te controleren. Ze zijn alleen om pauze zo te zien, maar. Ja, volgens mij hebben ze schaft. Ja, ze zitten donuts te eten, denk ik. Nee, ook. Ja, precies. Nee, maar het is inderdaad zo. Wel mooi dat dat zo wordt gedaan. Dat, daar ben ik zeker, blij om. Zeker. Kijk, want ja. Ik zie er in de verte, er staat wel een auto, maar dat is geen politieauto. Aan deze kant komt in Sunnyvale controleren ze helemaal niks. Nee, nee, het is hier sowieso al ook heel rustig hoor. Ik, ja, daarom. Ik bedoel, ja. Ja, ik heb net toevallig dan nog B. Keuning zien lopen, maar voor de rest heb ik hier helemaal niemand zien lopen. Ah, oké. Okay. Het is echt heel rustig. Iedereen zit in de beginsteden. Ja, dat denk ik ja. Ja, het is dan ook super druk. Iedereen die ziet daar mogelijkheden en... oh, wat een ja, mooie camera uit, Gijs. Moet je kijken. Ja, echt wel. Wauw. Dat is een van de nieuwste, hè? Ja, nou, die wil ik ook binnenkort. Ja, maar sowieso een heel mooi huis heeft hij. Ja, echt wel. Goed beveiligd. Op elke hoek heeft hij volgens mij een camera, als ik het zo zie. Ja, ik zie het, ja. Hier heeft hij ook nog een cameraatje hangen. Ja, ja goed beveiligd. Hij heeft overal camera's, inderdaad. Wauw. Nou, we zijn weer bij het gemeentehuis gekomen. Dit is hem, ja. Toch? Ja, dit is hem. Brievenbus gemeentehuis. Nou, dan ga ik even kijken. Dit is een goede brief. Ja. Zo. Nou, ik heb de brief. Kijk eens aan. Is hij er toevallig? Kevin? Kevin? Nee, hij is er niet. Ik denk dat hij niet is. Ik hoor hem niet. Dat denk ik niet, nee. Ik weet ook niet waar zijn kantoortje is. Ja, die zit daar volgens mij boven, dacht ik. Die is er boven. Althans, ik heb hem wel eens hier zo uit de kamertje lopen en dan elke keer weer het kamertje in en uit. En... Dus even kijken. Misschien is hij er. Ja, de eerste verdieping. Oh, hier. Ah, burgemeester Kevin Cakes. Kevin? Maar volgens mij is hij er niet. Nee, die zal er wel niet zijn. Ja, ik zie ook niks, ik zie ook geen tas of zo liggen, hij is weg. Ah, oké. Okay. Nou ja, hij zal die brief al lezen, joh. Zo. Vast. Sumal wethouder, oké. Okay. Ja, en ze hebben hier ook nog kantoor gemeentepost. Zo. Echt gewoon een speciale afdeling voor de post, dat is op zich wel slim. Ja. Ja, ik ben ook van plan om in het gemeentehuis het een en ander te gaan veranderen. Want ik wil onder het gemeentehuis een heel groot archief laten maken. Oké. Okay. Dat heel makkelijk en overzichtelijk gaat worden. En ja, die nieuwe bode die zal daar dan ook waarschijnlijk even een klein stukje krijgen om te gaan zitten. Om pauze om te vieren. Of om iets anders te doen. Ja. Ja, precies. Weet je, hij heeft nog geen echt eigen kantoortje. En ja, hij is er nu op. Hij gaat op weg natuurlijk, maar... Ja. Wat zit hier? Oh, zijn lamp. Oké. Leuk hokje dit. Ja, dat is zo'n chill hokje is het zo. Ja, voor als je hier zo'n raampje doet, heb je een rokershok. Ja, nou, op zich, dat is helemaal niet verkeerd. Nee, misschien kunnen ze dat nog wel een keer doen. Maar ik heb ook gehoord dat hier een heel mooi trouwzaal is. Oh ja? Volgens mij nog een verdieping hoger. Echt waar? Ja. Daar heb ik helemaal nog niks van gehoord. Ja, ik, oh ja, volgens mij is dat hem. Ja, dit is hem. Oh, wauw. De trouwzaal van Sunnyvale. Roze glas. En een projector zie ik. Dan filmpjes laten afspelen. Oh ja. Wauw. Oh, maar dat is leuk. Ja, ook een hartje op de muur. Dat is leuk, hè? Wauw. Ja, ik had het al gehoord, ja. Maar dat is inderdaad... Oh, dit is een kamer. Oh, maar het ziet er ook leuk aangekleed uit. Hier een rode lopertje in het midden. Ja, ja, en je kan daar zitten met z'n tweeën. Mm-hmm. Wauw, dat mis ik dan wel weer in mijn doopje eigenlijk, hè? Dit. Ja, dat... Ja. Nou ja, je bent burgemeester. Ik bedoel, het is allemaal mogelijk nu. Ja, voor jou. Ja, het is allemaal... Als jij zegt, ik wil een trouwzaal in mijn doopje, nou, dan zeg je gewoon... wethouder, wie werkt er voor jou? Dilano en Bumsel. Nou, dan zeg gewoon, hey, wethouder Dilano, ik wil graag een bruidzaal of een trouwzaal.
Wat moet er allemaal voor komen? Regel dat voor me. Ja, nou weet je wat het punt is? Dit gemeentehuis is wel 2 keer groter, hè? Misschien wel 3 keer groter. En ja, je kan altijd nog de hoogte in, hè? Ja, dat kan. Ja, ik kan natuurlijk een hele renovatie laten verrichten. Ja, precies. Dat zou wel kunnen, ja. Nou, misschien als je toch aan het renoveren bent of bouwen, dat misschien zelf nog wel erbij kan pakken. Ja. Ja, ik ga er in ieder geval over nadenken. Dat is wel een goed idee, want ja, dat biedt ook weer mogelijkheden tot trouwen. Je hoeft niet speciaal helemaal naar Sunnyfield te gaan om te trouwen. Ja, dat is natuurlijk ook een hele andere gemeente. Ja, dat... ja, daarom. Je wil natuurlijk het liefst in je eigen gemeente trouwen. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk veel fijner, ook voor je eigen gevoel. Ja, vind ik ook. Maar die boom hier, zou dat huis nou om die boom heen gebouwd zijn? Of is die boom... Hoe zei je dat? Nou, het lijkt net of die boom hier al stond. En dat ze dat daarom het gemeentehuis omheen is gebouwd. Ja, zo lijkt het. wat denk jij? Ik weet het niet. Ja, het gras, dat zit er nog wel allemaal. Ja. Het is ook een hele grote boom. Die druk je hier niet zomaar even naar binnen. Nee, die gaat niet zomaar door de deur heen. En dat moet echt jaren hebben geduurd om dit zo te laten groeien. Dus. Ja, echt wel. Het is een beste boom. Ja. Echt gewoon. Nee, maar dat vroeg ik me even af. Ik denk, ja. Ja, nee, dat kan best. Ik zou, nee, dat weet ik niet. Dat weet ik oprecht niet. Nee. Nou ja, goed. Ik weet het. Heel veel Mindtopianen en Sunnyfilianen, die zijn op het moment gewoon op weg naar Q-Texia en Rolandia en Gradil. Ja. Om daar allerlei zaakjes op te zetten. Want, nou ja, daar zitten al die nieuwe spelers. En iedereen, wil daar wel iets proberen. Het hoeft niet zozeer iets groots te zijn. Er zijn ook mensen die gaan in plots investeren. En oprecht, dat is zo slim. Want iedereen daar, al die nieuwe spelers, die willen natuurlijk uiteindelijk een plot. En natuurlijk op een mooi plekje. En als jij op een mooi plekje een plot hebt gekocht als Mindtopiaan of Sunnyfilian. Auto. Oh, ik loop zo over de auto. Laat ik helemaal niet door. En dat zeg je nu pas. Ik struikel zo over die auto. Het is wel een mooie auto trouwens. Ik zou kijk uit voor die auto. Iets te laat. Ja. Nee, dat zit schade aan. Zal het de auto zijn van Sam? Oh, maar als de auto is van Sam, dan stuur ik hem wel een keer een briefje van sorry. Ja, of een bloemetje of zo, ja. Ja, precies. Doosje Messi, hè. Merci dat jij er bent. Merci dat jij er bent, ja precies. Ja. Ja, maar wat ik zei over die plots, ik denk dat dat heel slim is. Dat je daar gewoon echt goed geld in kunt verdienen. Vooral als je een plot hebt op gewoon een goed, mooi plekje, op een druk plekje vooral. En dat je die gewoon wel redelijk wat winst kunt verkopen. Ja. Denk ik zelf. Ik doe het zelf niet op het moment. Ik heb inderdaad wel een plot gekocht. Met inderdaad ook het idee kijk dat uit. Ik daar... Oh. Bijna weer. Oh, oké. <okay. laughs> dit noem je een blooper moment. Ja, de tunnel der bloopers. Ja, echt. Eentje voor en eentje na. Ja. Nee, maar, met het idee dat ik daar uiteindelijk ook een bedrijfje wil gaan beginnen. Ja. Ik moet het uiteraard nog overleggen met bepaalde mensen, waaronder een aantal mensen van de staf. Wat de mogelijkheden voor mij zijn. Omdat, ik heb het voor de opnames ook al met je een beetje erover gehad. Van dat ik daar graag ook een soort apotheek wil beginnen. Oh ja. En ja, wat de mogelijkheden daarvoor zijn. Dat moet ik dan nog met de staf gaan overleggen. Ja, want dat is wel een heel mooi plan. Ik bedoel, wij zitten hier in Mindtopia. En al die nieuwe kunnen niet naar Mindtopia toe. Nee, precies. Ja. Die kunnen hier niet komen en die willen wel allemaal heel graag ook vitaminepillen kunnen kopen of speed potions of nou ja, wat er ook maar mogelijk is in andere steden. Ja. Kijk, en ik wil graag wel die mensen daar ook in helpen, want anders ga je zoiets krijgen. Als je het gewoon legaal maakt daar, dan kunnen mensen dat gewoon kopen. Kijk, wat er nu dus gebeurt, er kwamen op een gegeven moment gewoon mensen naar de apotheek toe en die vroegen van... Doe mij even 10 pillen. Zo. Ik zeg, pardon? Waarom zou jij 10 pillen nodig hebben? Ja. Ja, die zijn voor een paar vrienden van mij en dit en dat. Ja, maar vrolijke vriend, dat gaat niet gebeuren. Ik ga jou geen 10 pillen verkopen. Tuurlijk, ik zou het wel willen voor het geld, maar dat doe ik niet.
Want dan weet ik gewoon van mijn pillen worden dan op een gegeven moment op straat worden die daar verkocht. En dat is illegaal. Ja, dat klopt. Ja. En dat wil ik gewoon proberen te voorkomen. Ja, dat is hartstikke goed van jou. Ja. Er zitten inderdaad wat regeltjes waarschijnlijk aan. Dus dat zou echt inderdaad even een overleg moeten worden. Ja, precies. Daarom wil ik ook graag met de staf nog gaan overleggen van wat zijn de mogelijkheden. Ja. En kunnen we dat daar legaliseren? Ja, dat is hartstikke goed. Nee, dat ik hoor er graag van, want ik ben ook heel nieuwsgierig. Mm-hmm. En zoals je weet, mijn hart en bloed ligt dan nog steeds bij die apotheek. Ja, die zeker. Ik bedoel, dat is jouw kleine kindje. Ja, het is nog steeds wennen dat ik daar niks meer mee te maken heb nu. Maar, ja, je bent altijd welkom, dat weet je. Ja, dat weet ik. Lopen de zaken verder goed? Ja, zeker. Ja. Wil je eens voor de grap in de kist kijken? Ja, voor de grap ook. Nou, loop maar mee. Dat is, gisteren ben ik zelf niet heel veel online geweest, maar eergisteren wel. En dat heb ik eergisteren en vanmorgen heb ik dat een beetje bij elkaar verdiend, wat er nu zeg maar in de kist ligt. Ja, ik ben heel benieuwd. En dat is niet allemaal aan één persoon, dat is echt aan meerdere personen verkocht. Want ik wil niet dat één iemand het bewijs van in één keer 10 pillen bij mij koopt. Dat wil ik gewoon niet. Nee, precies. Dat is ook niet goed. Nee. Ik bedoel, jij gaat nooit in je eentje 10 pillen opeten achter elkaar door. Want dan ben je gewoon 5 uur verder, zeg maar, aan training als je echt goed effectief ja, wil gebruiken. Ja, dan moet je ook genoeg eten hebben. Je moet echt ja, zoveel... We hebben netjes via de deur. Jij gaat over de toonbank, maar dat ja, het is nu mijn toonbank, hè. Dat mag ik zo. Nu. Ja. Het is gewoon 9000 euro. Ja. Netjes. Dus... Dat bedoel ik. En dat is in Mindtopia van de afgelopen, nou ja, zeg maar 2,5 dag. Kijk, en wat het dan is als je dat nu al hier hebt, terwijl Mindtopia, alles nu in principe heel weinig mensen hier rondlopen. En ik verdien nu al dit. Moet je nagaan wat we kunnen verdienen als we dan bewijzen van in Rolandia nog een pillenshop openen. Ja, dat zou echt wel vet wezen eigenlijk. Zeker. En ook omdat dan die mensen gewoon echt hun fitheid kunnen trainen. En ook echt gericht kunnen gaan trainen. Ja, plus dat ze op dit moment hebben ze ook niet heel veel te doen, hoorde ik. Nee, mensen precies. Lopen wat heen en weer. Er zijn heel veel eten kwijt omdat ze veel moeten eten, omdat ze lopen. Maar ondertussen precies. Kunnen ze ook gewoon lekker trainen. Precies. En als je dat gewoon combineert met een vitaminepilletje of met... Nou ja, ik weet niet wat er wel en niet mag allemaal, wat daar te legaliseren valt. Kijk, maar stel dat het wel op een gegeven moment wat te legaliseren valt, dan is dat gewoon ideaal voor hun om daarmee te gaan trainen en de fitheid omhoog te krijgen. Want dan hebben ze ook nog wat nuttigs te doen in plaats van de hele dag ronddurpen en ministerieleden lastigvallen. Want dat gebeurt ook heel dat veel. Dat gebeurt heel ongelooflijk. Veel. Er zijn ook heel veel straathandelaars, hoorde ik. Nou, dat kan gewoon niet. Er moet gewoon iets te doen zijn. Iemand moet gewoon iets te doen hebben, een doel hebben en dan kom je pas verder ook. Want ja, iedereen zit nu in zone 1. Er zijn toelatingseisen nodig voor zone 2. Als je in zone 2 komt, heb je natuurlijk al iets bereikt. En dan kun je weer opnieuw eigenlijk iets groters bereiken. Waardoor je uiteindelijk hier in Metopia kan komen. Dus dat is echt... je moet er echt wel wat voor werken. Het is niet zomaar gedaan. Het is geen survival waarbij je binnen een dag een huis hebt. Het duurt gewoon iets langer. In het echte leven gaat het ook niet zo snel. Nee. Maar het is inderdaad, ja... In het echt duurt het wel zwaar voordat je een huis hebt, maanden voordat je een huis hebt. Nou ja, precies. Hier duurt het dan relatief lang, maar hier duurt het alsnog... Als jij op een gegeven moment, stel ik ga vandaag naar het bouwbedrijf, dan heb ik over, pak een beet, 4, 5 dagen, staat mijn huis er. Dat is alsnog gewoon heel snel. Het is snel hoor, alleen dat lijkt heel langzaam, omdat je gewoon wacht, omdat je dan net zoals... dat huis voor mij ook. Ik had zo zin om dat huis te hebben en dat duurde gewoon heel. Ja, je bent gewoon even. Hyped dat je dat graag wil. Ja, en dan hoop je gewoon van de dag erna hoop je gewoon dat het er al staat. En dan, ja, daar staat het nog niet. Want ja, het bouwbedrijf dat heeft gewoon meerdere opdrachten. Kijk, want nu ook in Utrechtia. Er zijn gewoon zoveel mensen die willen wat laten bouwen. Er zijn ook heel veel mensen die zijn oprecht gewoon goed bezig hoor. Ik bedoel, ook heel veel groepjes die samen gaan werken. Nou, echt geniaal. Die allemaal de grond uitstampen. Ja, sommigen zijn echt zo goed bezig nu op dit moment. Ja. Ja, dat is echt helemaal goed. De joinen trouwens iemand net onze channel, hoorde ik. Ja, het is heel raar. Ik weet niet wie dat is, maar die is niet heel slim bezig. Want dat is niet de bedoeling van een opname. Nee.
Echt niet. Ik weet ook zo niet wie het is. Nee, inderdaad. Ja, het is wel voor de volgende keer als ik zie wie het heeft gedaan, dan maak ik gewoon een melding. Want dat is niet de bedoeling. Ook tip voor de nieuwe mensen. Tipjes. Allemaal tips. Join nooit een opnamechannel. Gratis tips. Ja, join nooit een opnamechannel. Dat is heel fout. Er staat ook gewoon volgens mij een kick of een ban op, dacht ik. Ja, klopt. Dus ja, diegene heeft nu geluk gehad dat ik niet kon zien wie het was. Nee. Ja, is er verder nog wat beleefd de afgelopen tijd, sinds ik even afwezig was en ik zal binnenkort weer wat minder aanwezig zijn, maar... Ja, nee, op zich, ja, de zaken lopen gewoon goed. Ik weet niet, had ik jou al verteld, ik heb ook de comfortpost overgenomen. Oh, echt? Ja, echt waar. Ik wil het zien. Oké, dat mag. Ik geloof niet. Loop mee. Ja, ik weet vooral waar die zit. Ja, oh, maar als het goed is, weet je dat ook wel, want je komt er namelijk elke week boekjes halen. Nou, ik zelf niet meer, de wethouders doen dat. Oh ja, de wethouders doen dat natuurlijk voor je. Nou, kijk, deurtje kan gewoon open. Zo. Zo. Ja. Nee, dit is de comfortpost. Wauw. Ja, en die is nu van mij. Serieus, jij hebt zoveel bereikt in een korte tijd. Ja. Sterker, ik ben nu... Ik ben ooit geïnvite door David. Uh-huh. En we zijn nu... Precies een maand en 4 dagen verder van mijn invite. Zo, en je hebt eigenlijk en ik heb drie bedrijven. En ik heb dit bereikt. Ja, je hebt een eigen bedrijf, je hebt een eigen appartementencomplex, je hebt de apotheek in beheer, je hebt dit in beheer. Ja, klopt. Wow. Dat zijn al 4 dingen, plus dat, ja, ik weet niet hoeveel je rekening hebt, maar volgens mij heb je best wel veel geld inmiddels. Ja, redelijk wat, ja. Ja, en ik heb natuurlijk... Het heeft allemaal wat in verband met de opening van de server heeft het allemaal wat problemen geleverd met de leveringen van onder andere de apotheek. Ja. Maar die levering moet nog in. Dat geld dat ligt daar nu nog, zeg maar. Kijk, maar als ik daar op een gegeven moment straks de winst van heb, kijk, dan heb ik weer wat erbij. En dat scheelt ook enorm. Ja, en het is op dit moment heel rustig in Metopia, maar degene die vaste klanten waren, die blijven op vaste klanten. Dat merk zeker ik wel. Weten. Want ik blijf ook nog steeds gewoon bij dezelfde supermarkt kopen. En ik ga niet helemaal naar een andere stad toe daarvoor. Dat doe je in het echt, doe je dat ook niet. Ga je niet helemaal naar Amerika om daar donuts te halen, dat doe je niet. Nee, echt niet. Nee, want het is wel een afstandje van hier naar Cutrexia en naar Rolandia. Je moet er wel even voor uittrekken. Het is wel een heel stukje lopen. Ja, dat is niet dichtbij inderdaad. Nee, dan het is niet dat je hier even naar de Red Street loopt om een paar aardappels te kopen. Nee, daarom. Ik ga volgende keer gewoon even kijken daar hoe het er nu uitziet eigenlijk. Want toen ik er voor het laatst was het heel kaal. En ik ben heel benieuwd hoe het binnenkort eruit zal zien. Ja, maar daar wacht ik even mee, want het is veel te druk voor mij op dit moment. het is ook druk. Maar ik bedoel, je bent burgemeester nu. Ik bedoel, dan heb je ook wel redelijk wat dingen aan je hoofd. Dus, ja, een hoed. Ja, precies. Een hele mooie hoed. Enchanted. Ja. Kaching, heel duur. Met geld smijten. En, mooi, hè, en hele mooie nieuwe kleren zag ik trouwens. Dat valt nu in één keer op. Ik heb niet alles nieuw. Ik heb in mijn kantoortje heb ik nog veel meer nieuwe dingen. Wil je die zien? Oh, graag. En dan ga ik daarna weer even naar mijn huis toe. Want ik ben eigenlijk, ze was even heel snel in de stad. Ik moet even snel die brief bekijken. Pas op achter je. Zo. Net op tijd. Ja, het is echt even wennen hoor, al die auto's. Ja, dat is het zeker weten. Het is echt even wennen. Dat had ik ook. Ik kijk nou naar achteren. Er komt voorlopig geen auto aan, zie ik. Nee, maar je weet maar nooit hoe ze gaan rijden. Nee, precies. Het is... Dat is een beetje lastig. Maar je moet niet schrikken als je straks mijn kantoortje binnenkomt. Dat lijkt alsof er iemand staat. Maar dat is dan mijn nieuwe kleding, zeg maar. Oh, je hebt het op een kapsel hangen, zeg maar. Ja. Alleen, het lijkt net alsof er iemand staat. Dus. Of heeft hij ook een maskertje op? Ja. Oh. Ja. Oh ja, even. Weet je nog dat de vorige burgemeester hier binnenkwam en zei, wat een camera's. Ja. Hij wilde mij dictator noemen. Maar daar wil ik wel even wat over vertellen. Want die camera's zijn voor de veiligheid. Zoals jullie weten, Wasteland is dichtbij. Wapens zijn verboden, maar je weet maar nooit of er smokkel is. Precies.
En dat is puur voor de veiligheid geweest. Nou heb ik de helft al laten verwijderen, omdat ja, inderdaad, het was misschien wat te veel, maar het was puur voor veiligheid. Ja. En er liggen natuurlijk ook hele belangrijke documenten hier in het gemeentehuis. Ja, en als er dan wat gebeurt, dan heb ik op de camera bewijs wie het heeft gedaan. Ja. Dus ja, ik ben geen dictator. Ik vertrouw iedereen hier. Kijk, alleen, wat, kijk wat het, wat, ja, wat het ook is. Je kan hier gewoon zo naar binnen lopen. Je loopt hier het hoekje om en ik ben bij jouw kantoor. Ja, precies. Kijk, en dat is op zich niet zo erg dat ik dat kan. Kijk, maar ja, je hebt pas kort geleden heb jij iemand voor een week verbannen naar Wasteland. Klopt, ja. Ja, kijk. En vanwege wapens. Dat, precies, die had wapens. Ja. En je wil niet dat zo'n iemand hier naar binnen loopt met zijn wapen, met zijn Kalashnikov. Ja. En dan zo even voor je kantoor gaat staan. Jou probeert af te persen van, hé, Matje, jij gaat me nu vergunningen geven en geld, want ik wil dit en dit. Precies, en dat wou ik dus voorkomen met die camera's. Tenminste, niet voorkomen. Dat is een beetje afwachten. In ieder geval, wat. Ja. Ja. Je doet het minder gauw als die camera's daar hangen. Precies, en ja. Het is allemaal vastgelegd dan. Ja, want het was helemaal niks. Ik denk, ik moet toch wat meer voor de veiligheid, moet er wat wezen. Ja, maar ja, goed, ja. Ik heb het wat aangepast en ja, nu heb ik gewoon. Hier ook nog eentje hangen achter jou. Wow. Wow. Oh ja, ja. Ja, ja nee, ik schrok alsnog even van dit ding. Ik kijk een beetje heel raar aan. Ja, het lijkt net of Sonic daar staat in het hoekje. Ja, precies. Your sentiment. Ja. Ja, het blijft leuk, hè? Ja, zeker weten. Zeker weten. Een leuk setje. Ja, echt wel. Ziet er mooi uit. Ja. Ziet er mooi uit. En een nieuw sowieso heb je een leuk kantoor. Je hebt hem opnieuw ingericht. Ja, ik vond hem wat te mannelijk. Ja. Ik denk, moet wat... Ja, wat bloemetjes erbij en... Ja, precies. Oh, maar dat is leuk. Ja. Helemaal leuk. En ja, een aantal belangrijke mensen op de achtergrond zie ik. Ja, ja. Er mist alleen eentje. Dat is de vorige burgemeester. Maar goed, ze paste er gewoon net niet bij. Dat... Echt, jammer. Ja. Maar dat... Ja, misschien kun je die hier nog wel een keertje opplakken. Ja, die krijgt een ereplekje, denk ik. Ja, precies. Direct naast de camera. Of de voordeel is altijd schuldig. Nee, dat kan niet. Nee, ik ben overvallen. Ja, kijk de camera, dan zie je precies wie het is. Ja, nee, dat gaan we niet doen. Ja, dat zou flauw zijn. Maar ja, ik heb het hier echt naar mijn zin. Ja, het is ja alleen, top. Ik ben iets minder aanwezig dan moet, zeg maar het komt wel weer goed. Maar je hebt wethouders, die kunnen ook tijdelijke taken van je overnemen. Ja, die doen heel veel voor mij. Die laten ook weten als er iets belangrijks is, dus dat komt helemaal kijk, goed. Toppie. Ja, ik heb gewoon mijn telefoon bij me, ze kunnen me altijd bellen, dus helemaal nou, super toch? Helemaal alleen geweldig. Binnenkort is even op zoek naar een nieuwe bode. Mm-hmm. Je hebt een uitzendbureau, toch? Yes. Misschien kun je eens een keer even vragen of iemand daar interesse voor heeft. Ik zal eens even rondvragen. Ik heb nog wel een paar mensen op een lijstje staan. Dus ik zal ze aanspreken binnenkort. En dan, ja. Dan hoor jij meer van mij. Is goed. Het moet in ieder geval iemand wezen die dan of level 3 al heeft. Of nog geen level 3 heeft. Want het is een level 3 salaris. Ja. En dat ze niet van 4 in 1 keer naar 3 gaan. Want dat zou sneu wezen. Nee, precies. Dat is vervelend. Ja, precies. Dus dat is in ieder geval iets. En ja, ze moeten gewoon zorgen dat de brieven bezorgd worden. Voor de rest, ja, een beetje kennis van de stad. En van Sunnyvale ook een beetje, want daar liggen ook soms brieven voor. Ja, ja, ja. Ja, want je hebt net dus ook eentje aan Kevin bezorgd, burgemeester Kevin. Dus prima. Nee, ik zal navragen en dan wordt is dat goed. Geregeld. Nou, als je iets meer weet, laat je maar een briefje achter. Ja, komt goed. Dat zal ik doen. Dan nog gelezen. En dan, yes. Zal ik stoppen nu met mijn werk, want het is alweer 2:45. Ambtenaren. Ja, ambtenaren. Ambtenaren. Ik heb geen pauze gehad, dus dat kwartiertje, dat reken ik als 3 uur nu. Dus, dan hoor ik nog van jou. Nee, is goed. Dan ga ik weer. Leuk je even gesproken te hebben. Ja, van hetzelfde. Dat moet je vaker doen weer. Ja, dat komt wel goed, joh. Top. Gezellig. Ja. Nou, hartstikke mooi. Nou, dan dank je wel en dan tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Veel succes en een fijne dag nog. Ja, jij ook hè. Hey, doei. Dag. Nou mensen, dat was de aflevering weer voor deze keer. Hij is wat langer dan ik had verwacht, maar dat maakt helemaal niks uit. Want ja, dan hebben jullie meer te kijken en ja, ook hopelijk meer te liken.
Ik wil echt wel dit keer weer 100 likes graag. Want ik, ja, ik ben, zoals jullie weten, niet zo heel veel aanwezig de komende tijd. En ja, het doet me toch heel goed om op die manier toch wat steun voor jullie te krijgen en support. En ja, daarmee ga ik toch, toch proberen tijd vrij te maken om weer een nieuwe upload te doen. En ja, misschien binnenkort dus wel met Kevin. Maar dat horen jullie dan nog wel. Ik moet eerst weer even een berichtje van hem horen. Bedankt voor het kijken en Robert, jij bedankt voor het meedoen. Ja, graag gedaan hoor. Oké. Nou, en nou, doei iedereen. Doei doei. Doeg.